In maart 2020 start de bouw van de campagne in Terneuzen. Het bouwproject in het kloppend hart van Terneuzen, de kop van de Noordstraat, heeft haar naam niet zomaar gekregen. De naam verwijst namelijk naar het oude VOC-tijdperk. Bij ons in de studio Dennis van Leeuwen, hij is de architect van het project. En Ingmar Vermeulen, Ingmar is makelaar, zeg ik goed hè? Dat zeg je. Goed. Zeg goed, hè? En met hem gaan we praten over dit project. Goedemorgen. Goedemorgen. Dennis, ik ga met jou beginnen, want jij bent verantwoordelijk voor het ontwerp. Ja, klopt, ja. Het gebouw stelt een schip voor uit de 17e eeuw. Waar komt die inspiratie vandaan? Ja, goed, als architect ga je natuurlijk zoeken naar hoe je tot een vormgeving komt. En als je op zo'n plek iets mag maken, zeker in Terneuzen, ben je toch vaak aan het zoeken naar iets wat past bij Terneuzen. Iets maritiems, iets stoers, iets robuusts. En daarnaast ben je aan het kijken naar de stedenbouw van die plek, hè, de kop van de Noordstraat. Wat wil je nou eigenlijk bereiken met zo'n gebouw, met zo'n vorm? En uiteindelijk willen we eigenlijk een soort loop creëren tussen de kop van de Noordstraat en de Kennedylaan. Dus dan hebben we het gebouw zeg maar, op die lijnen ook gezet. En daarnaast, als je kijkt naar de binnenstad van Terneuzen, dan ligt de binnenstad eigenlijk een heel stuk lager dan waar we gaan bouwen. Daar kruipt eigenlijk als het ware de grond een beetje omhoog. Hè, die oude vestingvorm. En dat zie je eigenlijk aan het gebouw ook terug. Hè. Dus je ziet het in trapsgewijs, zie je hem eigenlijk een beetje uit de binnenstad kruipen. En kruipt hij zo richting die Kennedylaan. Dus dat vonden we eigenlijk wel een leuke vorm om te pakken. Ambitieus ook. Ook een beetje een andere vorm dan je normaal ziet. En daarnaast zijn we gaan kijken naar wat voor naam zou je daar dan kunnen geven. Nou, de vorm kwam eigenlijk ook een beetje overeen met wat je net zelf zegt, met zo'n VOC-schip. En dan ben ik gaan kijken naar wat voor ruimte zit er nou op zo'n schip. Nou, de belangrijkste ruimte op zo'n schip, dat is bovenin, achterin, helemaal van boven. En dat noemen ze de campagne. Dus de plek van de kapitein, waar die overnacht en waar die kan eten. En daar zaten de belangrijkste mensen. Dus voor mij was eigenlijk die naam al gelijk al geboren op dat moment. De campagne. Dus het sloot eigenlijk heel goed aan op de vormgeving die we stedenbouwkundig nodig hadden. En daarnaast ook bij het maritieme Terneuzen. Dus vandaar is dat zo ontstaan. Als jij zo'n opdracht krijgt om zoiets te tekenen, zeg maar. Hoe ga jij dan te werk? Uiteindelijk ga je eerst kijken wat we aan programma willen hebben daar. Hè? En vooral ook wat de ambitie is. Op deze plek was de ambitie natuurlijk wel goed, wel hoog. En daar zijn wij heel blij mee als architect. Want dan mogen we iets maken wat ook echt in het oog schiet. En dat zie je nu ook terug. Het is best wel een ambitieus gebouw. Anders dan anderen. En dan ga je kijken naar het programma. Hè, wat willen we erin? Nou, in dit appartementencomplex geworden. Met een bibliotheek op de begane grond en een brasserie. Mm-hmm. Dus dan weet je dat erin moet. Dus dan weet je ongeveer waar je naartoe moet kneden. Wat voor volumes je nodig hebt. En dan ga je kijken, nou, hoe kunnen we nou het beste aansluiten bij de bestaande situatie. En dan ga je kijken wat voor vorm je daaraan kan geven. Er is het wordt gebouwd op de veelbesproken plek, de kop van de Noordstraat in Terneuzen. Ja. Is dat voor jou dan als architect nog een extra uitdaging om die kop van de Noordstraat aan te mogen pakken? Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk een plan, een plek waar al heel lang over gesproken wordt. Om te kijken of we daar iets kunnen maken. En dat heeft lang geduurd. In eerste instantie zijn wij bij die plannen nooit betrokken geweest. En pas in 2015 is die vraag bij ons gekomen. Om het lokaal zeg maar op te pakken. Met Vermeulen en met Van der Poel en wij als VG-architecten. En dat vond ik natuurlijk wel heel leuk. Om mijn eigen plekje in Terneuzen als startende architect daaraan te mogen beginnen. Dus dat is wel een trots. En als we straks zover zijn, dan zijn we natuurlijk helemaal trots. We gaan straks verder praten. Dan gaan we met name met jou. Je bent nu heel weinig aan het woord geweest, Ingmar. Maar dat komt zo meteen helemaal goed. Ik luister aandachtig. Ja, dat komt helemaal goed zo meteen. We gaan eerst eventjes naar muziek. We praten met Dennis van Leeuwen en Ingmar Vermeulen over project De Campagne. Ingmar, het schip passend voor Terneuzen, daar hadden we het daarnet over. De kop van de Noordstraat is de entree van de binnenstad van Terneuzen. En we hadden het net tijdens de plaat erover dat het nu toch eigenlijk wel inderdaad de bedoeling is dat die binnenstad een nieuw leven wordt ingeblazen. Ik was eigenlijk eens even benieuwd, naast jouw rol als makelaar, heb jij ook de gemeente, welke rol heeft de gemeente hierin gehad in dit project?
Nou, de gemeente vindt natuurlijk de locatie Kop van de Noordstraat enorm belangrijk. We zijn natuurlijk eigenlijk al 25 jaar bezig om op die plek toch iets te creëren. De verbinding tussen de stad en de andere winkels, en dat blijkt natuurlijk nu wel, hè, met Schuttershof, Kennedy West. Daar zit geen eenheid in. Mm-hmm. En de gemeente wilde echt op die plek een icoon krijgen. Een plek krijgen waar mensen kunnen wonen, waar mensen kunnen verblijven, naartoe kunnen komen en uiteindelijk ook kunnen gaan winkelen. En naar de markt kunnen gaan, naar de horeca. Dus dat was eigenlijk wel belangrijk voor de gemeente. Dus ze hebben dan eigenlijk aan ons gevraagd van: goh, denk nou eens na over wat moet daar op die plek gaan komen. Dus natuurlijk dat beginstukje van de Noordstraat, ja, dat is de laatste jaren, is dat wat lastig om dat gevuld te krijgen. Maar daarachter hebben we natuurlijk, zeg maar, Oud-Terneuzen. En dat bruist eigenlijk wel natuurlijk de laatste jaren. Dat is heel veel nieuwe ondernemers die daar zo beginnen, succesvol ook. Ja. Dus dat past er wel mooi bij natuurlijk, ja. bij dat. 26 appartementen. Ja. Hoe bepaal je nou zo'n appartement? Hoe ga je dat nou indelen? De grootte, de indeling, de prijsklasse. Zit daar een gedachte achter? Of is dat gewoon van: we doen de vier van die? Nee, we hebben wel heel duidelijk in overleg met de architect, hè, met Dennis, gekeken van: nou, waar is nu behoefte aan? Het mooie is dat wij samen natuurlijk heel snel aan tafel zitten. Dat wij als makelaar weten: wat willen mensen eigenlijk voor appartementen? Wat willen ze daar ongeveer voor betalen? En wat voor kwaliteit wordt er eigenlijk gevraagd, hè, voor wonen? Dennis geeft dat heel goed invulling in. En je moet ook een diversiteit kunnen aanbieden. Dus je moet eigenlijk voor verschillende doelgroepen een product kunnen verkopen waar iedereen eigenlijk wel wat te kiezen heeft. En ik denk dat in de campagne perfect zit. We hebben voor allerlei prijsklassen hebben we een appartement kunnen creëren. Mensen kunnen aan allerlei vierkante meters kunnen ze kiezen. Het parkeren is geregeld. Nou, wil je een buitenparkeerplaats? Kan. Je kan een mooie garage erbij kopen. Dus eigenlijk buiten ruimtes zijn gecreëerd, ook bij appartementen. Dat komt tegenwoordig steeds minder voor, vind ik. Maar daar hebben we echt op ingezet. Dus ja, kwaliteit en voldoende keus. We hebben nog niet problemen, net als dat ze in de grote steden hebben, één parkeerplek voor drie appartementen of zo. Iedereen heeft nog zijn eigen parkeerplek bij de campagne. Ja, dat is nog allemaal netjes voorzien, klopt. Heel hot natuurlijk op dit moment. Bouwen volgens de nieuwste normen en technieken. In hoeverre is daar in de campagne rekening mee gehouden? Nou goed, dit is natuurlijk een stukje wetgeving natuurlijk. Hè. We moeten van het gas af, zo heet dat. Hè. Ja. Dus we moeten allemaal gasloos gaan wonen. Dat geldt natuurlijk met name voor de nieuwbouwprojecten. We gaan met grondverwarming werken. Dus we gaan de grond in. En daar worden de appartementen voorzien van vloerverwarming. En we zijn natuurlijk voor zonnepanelen komen erop. Dus je hebt natuurlijk een zeer energiezuinig appartement. Even jullie persoonlijke mening vragen. Nog. Gasloos, Dennis, is dat nou echt de toekomst? Op het moment zou je denken van wel. Maar goed, er zijn natuurlijk in Nederland heel veel woningen met die gasleidingen die er nu liggen. En als die zomaar op een ander systeem moeten overgaan, dan gaat dat in de kosten lopen. Dus ik verwacht eigenlijk dat er ooit nog wel eens iets van een biogas of zo komt. Die dan door diezelfde leiding kan. Waardoor mensen dus misschien met een wat lagere kostenpost toch wel naar nieuwe energieën kan overgaan. Ja. Goed, zonnepanelen, et cetera, ja, dat is natuurlijk wel de toekomst. Ja, zeer zeker. Ja, zeker met de warmere zomers en al. En meer zonuur. Het gaat niet echt om de hitte. Het gaat echt om het aantal zonuren wat zorgt voor de energie. Opwekking. Wat anders, Ingmar. 26 appartementen, maar ook de bibliotheek gaat er naartoe. Waarom is daar ook voor gekozen om de bibliotheek daarin te vestigen? Ja, daar zijn we heel blij mee dat de bibliotheek daar naartoe komt. Dat vult eigenlijk de plek perfect in. We waren eigenlijk nog op zoek naar wonen is belangrijk in de stad. Dat zie je ook uit de projecten die afgelopen jaar in de binnenstad geweest zijn. Het Bastion, de Sluiswachten, allemaal redelijk snel gevuld. Mensen wonen daar met heel veel plezier. Maar ja, we zochten ook nog een combinatie van wonen en
ja, waar heel veel mensen samen kunnen komen. Nou, een soort huiskamer van de stad, zeg maar. Nou, en dat was de bibliotheek. En de gemeente vond dat ook een hartstikke mooie oplossing. De bibliotheek wilde ze graag naar een plek hebben waar die voor verbinding kon zorgen. En de horecazaak komt er ook in, begrepen. Er komt een brasserie. En de brasserie zal intensief gaan samenwerken met de bibliotheek. Ja. Dus ja, hoe mooi kan het zijn dat je 's morgens een boek gaat halen bij de bieb en je gaat een bakje koffie drinken bij de brasserie. Nou, die heeft ook nog een mooi buitenterras. Dus ja, daar gaat heel veel gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. Richten jullie je wat betreft de mensen die of die appartementen gaan kopen op een speciale doelgroep? Wat gepensioneerden? Goed, op zich denk ik dat de appartementen het meest aantrekkelijk gemaakt zijn. Voor senioren zal het denk ik wel, maar senioren plus en min. Ja, goed, je kan 40 plus mensen zullen daar naar kijken, maar er zijn ook mensen die wel wat ouder zijn. Want ik denk ook dat mensen verder kijken. We gaan toch lang zelfstandig moeten blijven wonen. Ze zijn allemaal gelijkvloers, hè, de appartementen. Ja. Ja. Er zit natuurlijk een lift in. Alle voorzieningen zijn natuurlijk voor het echt zo lang mogelijk daar te kunnen blijven. Ja. In de stad. Ja. De eigenlijke bouw. Vanaf maart zag ik staan. Ja, wat is de planning? Ja, maart gaan we echt starten met de bouw. En ja, we verwachten toch eigenlijk dat we tweede kwartaal 2021... dat we dan in ieder geval de appartementen kunnen opleveren. En zal ook de bibliotheek in de zomer open gaan. De huizenmarkt is krap de laatste tijd. Daar weet jij meer van dan dat ik weet. De verkoop van appartementen en huizen gaat goed. Geldt dat ook voor de campagne? Ja, dat gaat goed. We hebben veel belangstelling. We hebben eigenlijk al richting de 70% van het project is verkocht. Dus dat ziet er gewoon heel gunstig uit. En ja, we hebben volgende week weer een open dag. Dus we kunnen er zijn nog een aantal appartementen, mooie appartementen beschikbaar. Dus de belangstelling is groot. Open dag. Woensdag, hè, aanstaande 22 januari de open dag. Ja. Kijk. Dankjewel. Voor jullie komst en voor het toelichten van het prachtige project De Campagne. Iedereen kan het al zien. Er staat een mooie bord op die plek. En er staat een mooie plaat al op van wat het gaat worden. Hoe het eruit komt te zien.